Dit weekend worden de Volks- en Schuttersfeestjes weer georganiseerd. Dit jaar voor de 49ste keer. Volgend jaar hebben we dus een jubileum, 50 keer Volks- en Schuttersfeesten. De Schuttersfeesten die zijn ontstaan eigenlijk al voor 1975 hier in Terbergen. Vroeger, daar praat ik over de middeleeuwen waar ik toen nog niet was, maar in elk geval, daar zijn de schutters ontstaan. Toen was er nog geen politie in een dorp of in een stad. En toen hadden het Schuttersgilde, dat was een vereniging, mensen bij elkaar die waakten over de stad. Dat is eigenlijk de oorsprong van het schuttersleven. Hierna zijn er heel veel gildes opgericht. Ook in het zuiden van ons land, Limburg, Brabant, zijn heel veel schutterijen. En die gaan met vendels waaien en noem maar op. Maar die bestaan nog steeds. En ook wij hebben in 1973 met een aantal personen bij elkaar gezeten en hebben gezegd van nou, we gaan eens proberen om ook een schuttersgilde op te zetten. En ja, in 1975 is dat daar toch eindelijk gelukt. En dat bestaat dus volgend jaar, 2025, bestaat het 25 jaar. Voor de schieten gaan we zondagmiddag doen. Dus het is voor teams en bedrijven eerst. En daarna komt de schutterskoning. Ja. Dus en twee gezellige avonden. Zaterdagavond hebben we een Oktoberfest thema. Hebben we elk jaar met de band Waanzin. Nou, dat is een gigantisch mooi feest elk jaar. Dus komen ook onze Duitse gastvereniging hier naartoe. Vrijdagavond komt de plaatselijke band. We hebben natuurlijk niet de duurste bands allemaal, maar de Bacon Factory die is onlangs begonnen. Er zijn een aantal jongens hier in Geesteren. Die bestaan al een aantal jaren. Die staan hier ook op Rock Am Es. Dat is een festival hier in Terbergen. Nou, dat heeft heel goed uitgepakt voor hun. En, ze hebben het hartstikke druk. Vorig jaar waren ze hier ook. Was een succes. We hebben gezegd, nou, kom volgend jaar weer. Het past. En ja, dan volgend jaar gaan we weer wat anders kijken. En kijken van, als er toch weer meer progressie in komt, om toch een stapje bij te doen. Zijn het feesten alleen voor mensen naartoe bergen? Of nee, ook, nee, is voor iedereen toegankelijk. Alleen je hebt vrijdagavond heb je toegangskaarten nodig. Die, en zaterdagavond ook. Die zijn op www.volks-en-schuttersfeesten.nl online te bestellen. Of hier aan de kassa, kun je ze, dat kost alleen Rijksdaalder meer, dat kost €12,50. Maar in de voorverkoop is het een tientje. Ja. En zondag is de hele dag gratis. Nou, we hopen natuurlijk op een leuke opkomst. Goed bezoekersaantal te kunnen scoren. Het weer is goed, dus daar zal het niet aan liggen, denk ik. En nou, dan hoop ik toch weer op een geslaagd weekend met heel veel plezier, denk ik.